Nee, maar weet je wat het is, Corée? Nou ja, ik kan het ook wel gewoon vertellen. Nou, het is namelijk zo, ik ben onlangs de 50 gepasseerd. Dat kan je gewoon gebeuren. Ik zag het, ja, oh, dank. Oh, dank. Nou ja, dat is nog niet eens het ergste, maar dat moet ik er toch bij vertellen. Ik had het van geen kant aan zien komen trouwens. Nee, mens. Terwijl ik was al heel lang 49, dus je kon erop wachten, ja. Maar goed, ja, nou ja, dus ik, maar op een gegeven moment kom ik thuis. En toen stond er zo'n stomme Sarah-pop stond er in mijn tuin. En het eerste wat je denkt is, voor welk oud wijf is dat? Ja, maar toen was ik het zelf, want niemand anders in mijn huis kon het zijn. Want mijn dochter is 17, dus die kon het niet zijn. Dus ik was het. Nou ja, goed, we hebben dat gevierd, geldig en weet ik veel. Een leuk feest, niks aan de hand. En nou ja, op een gegeven moment kan je weer, dan is het een paar weken later, je zet het een beetje opzij. Je kan gewoon zeggen, nou ja, het is maar een getal, weet je. Maar toen zat ik, hoe heet het, Ik ga zo beginnen, jongens, even gezellig bijkletsen met de mensen. Ja. Toen zat ik hier zo daarnet. Ja, nou, ik zat in die kleed, of weet het, in de artiestenfoyer hierboven. Dat hebben ze hartstikke gezellig gedaan hier in Carré voor ons artiesten, dat wij ons niet vervelen. Dus er ligt een soort leesmap met allemaal oude FIFA's en weet ik veel wat er. Nou ja. En toen had ik op een gegeven moment, een Plus magazine had ik in mijn handen. Ja, ik weet niet welke gek dat had neergelegd. Ja. Neem nooit een Plus magazine in je handen. Je schiet acuut in een depressie. En toen, maar ik had het niet gezien. De voorkant was eraf. Of weet ik veel. Ik had het niet in de gaten. Dus ik zat gewoon een beetje argeloos te bladeren. Maar toen stond er op een gegeven moment stonden er tips voor als je de 50 was gepasseerd. Ik denk, nou ja, toch even kijken of er nog iets handig. Omdat ik dus de 50 ben gepasseerd. Ik denk, even kijken. Ja, misschien staat er iets bij wat je nog niet weet. Maar er waren het allemaal van die stomme tips. Als, je moet voortaan op tijd naar de kapper. Regelmatig naar de kapper. Je moet de goede kleren aan. Je moet op je decorum letten. Zou ik maar zeggen dat je niet meer 's ochtends in een oude joggingbroek met ongekamde haar even een broodje gaat halen. Bij de bakker, wat ik altijd deed. Maar dat mag dus niet meer. Ik ken de bakker. Dus wat zou je, weet je wel, je moet gezond eten, je moet op tijd naar bed en je mag niet meer drinken. Nou ja, dan is er toch geen zak meer aan, zo je dat ik het zo uit, ja. Dan kun je toch net zo goed gelijk in je graf gaan liggen. Ja, zo is het. Het is heus niet zo, Carré, dat ik nog elk weekend laveloos om 3:30 s'nachts, straalbezopen ergens een broodje warm en naar binnen zit te schuiven tegen de aankomende kater van de volgende dag. Maar ik bedoel, als je niet oplet, loop je binnenkort met een praktisch kapsel en lesbische schoenen te Nordic wokken. Ja. Nee, maar dat is echt een angstbeeld van mij. Dat je opeens in zo'n groepje met van die vrouwen loopt. Met van die korte haren, weet je wel. Van die seksloze schoenen met van die stokken te harken. Ja. Er zitten er een paar volgens mij. Ja. Dat moet je vooral doen als ik er maar niet bij hoef te horen. Ja. Iedereen moet zijn ding doen. Maar het is echt een angstbeeld van me. Ja, en ik, trouwens kan je er gelijk bij vertellen. Sorry dat ik het zeg. Kan je gelijk uit de droom helpen? Het helpt niks. Je kan Nordic wokken tot je een ons weegt. Ja. Maar het vlees begint toch onherroepelijk van je botten te zakken. Ja. Ik weet niet waar het nog allemaal aan hangt. Maar het zakt allemaal. Behalve je tandvlees. Dat trekt op. Dat gaat diep op. Ja. En je begint zo'n bejaardenbobbel te ontwikkelen hier zo, weet je. Ik heb hem nog niet, maar ik voel hem aankomen. Echt, ja! Zo'n lillijke, eeltige, rode, knokige bejaardenbobbel, dat je je schoenen niet meer aan kan. Ja. En je eierstokken beginnen te verschrompelen. Ja! Ja, en jij zelf ook. Ik heb het heus wel in de gaten. Jawel, ja. Ja, je begint toch een beetje uit te drogen en te bladderen en te schilferen. En los te laten, ja, het is wel zo, ja. Ja, als ik bij mij thuis mijn dekbed uitsla. Ja, uit het raam, dan denken ze bij mij in de straat dat het sneeuwt. Ja, echt serieus, ja.